Nou, kijk eens aan, lieve vrienden. Helemaal ingezoomd. Meneer. Hallo. Zo, lieve vrienden, een hele goede middag, ochtend. Ja, mijn horloge heeft net 12 uur gehad, die moet nog 12 uur krijgen, dus ik weet het al niet meer. Nee, in ieder geval een goede dag allemaal. Ja, ik wens jullie natuurlijk als eerst welkom bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenbol. Ik ga zo meteen de hondjes uitlaten en daarna gaan we naar de kapper. En ik neem jullie natuurlijk weer gezellig mee, want ja. Wie is anders dan Linda, hè? Ja. Dus we gaan er helemaal natuurlijk gezellig doorheen. En, het is enkel naar een andere wijk. Wat het weer gaat doen, dat weet ik niet. Het is zonnig en bewolkt. En donker en grijs en bewolkt en zonnig. Dus ja, van alles wat. Ik heb het nog niet zien of horen regenen. Dus ook dat is oké. En bij de kapper vandaan, dan moet ik naar ik ga bij de Dekamarkt kijken. En dan is bij de Vomar. Ik moet alleen nog een bak hebben. Dat is all. En morgenochtend om 10 uur krijg ik al visite. Mensen schijnen geen rekening te houden dat je honden hebt. Maar ik moet die wel uitlaten. Jarig of niet jarig. Ja, toch? Ja. En ik moet wassen en aankleden. Alsof ze dat zelf niet hoeven te doen. Maar het zijn mensen. Ze zijn jonger dan dat ik ben. Veel jonger. Maar ze lijken ouder dan dat ik ben. Want ze gaan met de kippen op stok aan mijn bed. En ze gaan met de kippen van stok al of uit bed. Nou, hallo, leef. Ja, je hoeft niet zo vroeg naar je kooi. Die leggen echt om 10 uur op bed. En ze werken niet, hè? Ja, oké. Hij werkt, maar dat is niet dagelijks. Dat is in het museum. Nou ja. Dat lopen de meerdere die daar werken, dus jij bent ook dan om de zoveel tijd, je bent ook dagen vrij, omdat anderen dan ook willen werken. En het is vrijwilligerswerk, dus ja. Oké. Dus ja, ze willen ook allebei niet op de vlog. Althans, hij wil het niet. Hij denkt dat hij het wel wil, maar het mag niet, weet je. Want hij zit daar. Niet goed. Nee. Maar ja, oké. Ieder zijn leven. En ik laat ze in hun waarde. Maar ja, zij zit ook aan de medicatie. En die moet ze wel op tijd innemen. Ja, dan denk ik, please, hoe doe je dat wanneer je een hele dag weggaat? Weet je? Je kan ze ook later wel iets later innemen. Maar nee, zij is tikt op tijd. Precies zo. En niet anders, oké. Nou ja. Ik heb ook medicijnen voor mijn inhaler. Dat is 's avonds. Mijn alarm op mijn telefoon gaat om 9:15. Maar het gebeurt ook wel dat ik ze pas om 12:00 inneem, maar ik zet ze wel klaar. Maar ik hoef ze niet specifiek om die tijd in te nemen. Nee, maak ik uit wanneer ik ze inneem, als ik ze maar inneem. Ja, verder maakt het niet uit. Maar ja, oké. De meisjes die liggen op de vloer. Natuurlijk Elwing onder de stoel. En keurig te wachten tot het vrouwtje zover is. Maar we laten het dan klaar. En ja, mijn winterjas heb ik erop. Want die heb je wel nodig. En een feestronde, want het is bar koud. Ja. Bij de poort, ja, dat is in de Lielte, is het 23 graden. Maar dat ik net op mijn mobiel keek, was het 16 graden en het voelde aan als 14 graden. Nou ja, dan mag je toch wel een winterjas dragen, hoor. Ja, maar mijn tussendoor, die is daar niet tegen bestendig, dan loop ik nog te verwikkelen. Ja, dat was 12 uur, zegt de klok. Maar ja, die loopt toch wel achter.
Dus ja, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van jullie dag. En geniet ook met onze dag, want we gaan gezellig naar Linda toe. En ja, we gaan ook weer lol beleven, toch? Ja, vind ik van wel. Nou, ik zou zeggen, lieve vrienden, tot later. En tot bij Linda. Ja, daar zien jullie weer. Ja, misschien straks nog onderweg. Ik weet het echt niet, want het is bar koud om jullie erbij te pakken. Ja, dan moet ik wel weer... Je wil doorlopen, weet je. En vannacht ook. Ik had zelfs mijn handschoenen weer aan. Nou, dat weet je wel. En dat in de zomer. Handschoenen aan in de zomer. Ja, ja, ja. Maar oké, ik ga er nou vandoor. Ik zou zeggen tot later zo. Doei, doei. Ja, lieve vrienden. Ik denk ik kom toch nog even wel naartoe voordat ik ga. Want ik ga eventjes langs de gracht om te laten zien hoe ver het zal zijn met de walbeschoeiing. Maar ook uiteraard even kijken bij meerkoetje die daar legt te broeden. Waar ze keurig netjes om denken, die werklui. Dus dat gaan we eventjes langs en daarna gaan we naar Linda. Maar ik had mijn GoPro mee willen nemen, maar die moest ik nog aan de lader doen. Ik denk, nou, lader maar, komt wel weer eens een keer. Want ja, die andere wijk, om daar te komen, dat weten jullie denk ik, geloof ik nog niet. Ik heb het wel eens een keer met de GoPro aangedaan, maar dat is alweer zo lang geleden. Ik denk, mag wel weer eens een keer. Maar ja, we rijden wel weer eens een keer die kant op. En dan komt het ook goed. Ik zou zeggen, geniet van alles. En ja, jullie zien me nou zo en hoe het er straks eruit komt, dat Joost mag het weten, maar ik weet het niet. Nee, er is maar eentje die het weet en dat is Linda. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet ervan. Ik zou zeggen, tot later. Zo, lieve vrienden, ik zit op mijn booster, bijna bij de gracht. Draai jullie om en dan kan jullie het zien hoe en wat met die walbeschoeiing en dan rijden we die kant op. En dan staan we op een gegeven moment bij het meerkoetje. En ja, dat moeten jullie ook even zien. En daarna, hup, naar Linda toe. Dus we gaan met die banaan. Hallootjes. Hoi. Morgen jarig. Ja, maar zoals jullie zien, lieve vrienden, dan zijn ze daar druk bezig om die walbeschoeiing eerst de modder weg te halen. Die vlot legt er nog steeds en tot daar aan toe zijn ze vanuit die hoek, zijn ze daar. Maar ja, we gaan ook even naar het meerkoetje toe, maar ze schieten wel al aardig op. Dus ja, helemaal toppie. Ik hou jullie zo, dus dan kan jullie het zien terwijl ik rijd. En de vogeltjes die horen, en de meeuwen. Ja, enkel, ik denk dat de werklieden, werklui, het is maar hoe je het noemen wilt, aan het schaften zijn. Ja, en dan zitten ze stil en het werk staat ook stil. Maar de tijd gaat door. Want de tijd houdt geen schaft. Ja, en dan moet ik jullie straks toch even weer uitdoen. Want ik moet jullie omdraaien om in te zoomen op het meerkoetje. Dus ja, dat wil ik wel eventjes er tegenover gaan staan en dat gaan doen. En ik ben blij dat er aan de andere kant geen auto's aanwezig zijn. Voor deze boom nog voorbij. En daar hebben we dat vak en daar zit ze in. Dus ja, ik draai jullie even om, dan zien jullie mee. En daarna doe ik jullie uit. Want ja, ik moet even omdraaien, de camera. Komt goed, tot zo. Nou, kijk eens aan, lieve vrienden. Helemaal ingezoomd. Op het meerkoetje. We zitten er eigenlijk schoon te poetsen en te doen.
Maar er is nog geen leven van betekenis uit de eitjes. Dus ja, bijzonder, hè. Voor een hoop mensen is het gewoon normaal, want dat interesseert hen niet. Nee. Maar ik vind het wel bijzonder. Want de natuur op zich is bijzonder. Zo mooi. Nou ja, oké, dit is het dan. Ja, ook de walbeschoeiing helemaal ingezoomd. Wow, terug. Zo. Dus ja, bijzonder, toch? Ja. Daar was ze weer. Ja, het water kabbelt ook lekker. Dus ja, dan begrijp je wel dat het ook wel wat waait. En vooral in de bocht waait het nog harder. Dus ja, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet ervan, van dit schouwspel. En ik zou zeggen, geniet ook van de dag. En tot straks bij Linda. Nou, lieve vrienden, daar zijn we dan. En ja, wat is dat akelig zonder bril, lieve vrienden. Oei, oei, oei. Linda die staat achter me. Hi, Lin. Ja, hallo. En daar staat een collega, die vindt het ook helemaal niet erg. En die meneer ook niet. Oh ja, die meneer ook niet. Nee, meneer, nee. Maar ja, in ieder geval, ik had verwacht dat hij er niet op zou komen. Maar ja, hij is zeker op de zijkant, dus hij kent zichzelf. Hij wordt niet beroemd. Hij wordt 1, 2, 3 nog niet beroemd mee. Jammer. Sorry meneer, u krijgt geen rechten. Oh jammer, zegt hij. Dus met andere woorden, ik vind het helemaal niet erg. Dus nou ja, even vol in beeld. Dag meneer. Hallo. Dus ja, wat het gaat worden, ik weet het niet. Want zoals ik al zei, Karin en Lena die hebben met elkaar zitten te praten in de Beatrixstraat. Dus ja. Ja, maar toen was het gewoon kaal, hè? Ja, toen was het gewoon kaal. Dus ik weet echt niet wat ze gaan doen, hoor. Ik weet het niet. Kaal. Dus, ze zegt kaal. Nou ja, we wachten het af. Wat een verrassing. Ze zeggen, tot later. Nou, lieve vrienden, ik ben kuisje geworden. Ja, ik weet het niet. Wat ze van plan is, maar ik ben nou kuisje. Ja. En er zit niet een masker in momenteel, maar een verf. Om toch te proberen het paard weer paard te krijgen en niet lila. Dus we wachten het keurig naar jezelf wat het gaat worden. Ja toch? Ze zeggen tot later. Ja, ik ben weer aan het vloggen. Ja, Linda die heeft het weer overgenomen. Ah, je bent weer paars. Ik ben er blij mee. Jee, jee. Toch even wat leuks in de Nicky. Het is nou paard dan paard. Ja. Daar doen we het voor. Daar doen we het voor. Zo, lieve vrienden, we zijn weer thuis en ik heb het koud. Ja, en ik heb hoofdpijn, maar dat komt ergens anders door, want ik heb me weer even een beetje te druk gemaakt. Maar ik heb ook gebak in huis gehaald. We beginnen om te laten zien. Het is een hoop geld gekost. Maar het is weer lekker. En dan heb ik een. Wat is dat die prijs eigenlijk? Ik zie de prijs niet. Nee, voor de scan langs denk ik. Maar in ieder geval een mokkastan. Lekker, lekker. Uit de vriezer hoor, deze, die doos. Die Rastafly niet, maar die doos wel. Maar dan hebben we nog zo één. Ja, de drie nog wat, geloof ik, dit ook. Is ook niet zo gek, nu ook uit de vriezer. Slagroomtaart. Nou, lekker. Wij de Dekamarkt in Nieuw Den Helder. En ik zat even te praten met iemand bij Cirilo, waar ik eerst bij liep voorheen. Ik heb een douche aardbeien gekregen. Lekker. Yummy, yummy. Maar ik kom in de hal om mijn jas op te hangen. Hij heeft een kaart. Dus ja, die gaan we eventjes openen. Meisje. Want ik heb een briefopener niet hier. En dat zit weer goed vastgeplakt. Nee, dat gaan we niet doen. En ik denk dat ik wel weet van wie die afkomstig is. Ja.
is die zool afgestempeld. Ja, ze gaan allemaal tegenwoordig naar Zolle toe. Maar ik denk zomaar van Jan van Dam. Dat denk ik wel. Dit is het kaartje. Luga. Van harte gefeliciteerd met je verjaardag. Fijne dag gewenst. Groetjes van je vriend, huismaatje Jan van Dam. En, ach wat lief. Ook van Trace. Nou, dank jullie wel, lieverd. Dank je wel, Jan. En dank je wel, Trace. Hartstikke bedankt. Nou ja, je weet het, hè. Hij gaat daar opgehangen worden. Ja, eventjes. Zo. Dit is mijn eerste kaart. Maar ik ben nog wel niet jarig. Nee. Kijk, het gaat daar gewoon gehangen worden. Wat? Ga ik dan gewoon naar de andere kaart die ik af van Jan heb. Zo. Hangt die ernaast. Die andere heb ik ook een keer van Jan gehad. Maar oké, okay, ook heb ik een bounty mee voor bij de koffie. Dus ik ga een bakje koffie maken en ik ga de boel in de koelkast zetten. En ik ga de computer aan doen en ik ga eerst eventjes mijn hoofd leegmaken. Een bakje koffie erbij. Een spelletje doen. En dan zien we het wel weer. Maar ik vind mijn haar weer tenminste paars. Ja. En ik ben er weer blij mee. Dus ik zeg het lieve vrienden, geniet. En ik vergeet jullie niet. En ik hoop dat jullie het bij mij ook niet doen. Ja, en hou je fatsoen, hè, Rijka? Ja, je fatsoen houden, hè? Hé, hey, meisje, 1 en 2, ja. Oh, nee, die kant. Zo. Hé, grote meid. Ja, oeh. Grote meid. En dan? Een grote meid. Ja? Ja, een grote meid. Mwah. Nou, doe maar. Kandolf is ook binnen. Ik denk dat Elwin in haar man ligt, want die zie ik niet onder de stoel, dus ja. Maar oké, lieve vrienden, tot later. Zo, lieve vrienden, ik denk ik ga het nog maar eventjes proberen, ja. En wie hebben we hier? Onze Kandolf, hè? Meneertje Kandolf. Ja, die heb ik net binnengelaten, die, ja. En dan komt hij ook niet meer naar buiten, nee hoor. Straks wordt het donker, dat is het al mee bezig om donker te worden. Mooi op tijd naar binnen. Hé, ja kereltje, hé. Ja, ik ben gek op mijn diertjes. En dat moet kunnen, toch? Wie zou dat nou niet wezen? Moet je, als je niet gek op je diertjes bent, moet je ook geen diertjes nemen. Toch? Ja. Maar in ieder geval, lieve vrienden. Ik wou gelijk, hè, ik kom niet meer uit mijn woorden. Gelijk even een einde breien aan deze dag voor jullie, want ik maak het ook niet al te gekke laat. Ik wilde wel een beetje per tijd sturen. Morgen moet ik er ook weer vroeg uit. Morgen een lange, vermoeiende verjaardag. Ja, zoals jullie weten, word ik morgen 64 zomers jong. Ja, en laten we daar maar op houden. Dus ik wens jullie allemaal nog een hele fijne, genoegelijke, liefdevolle avond toe. Geniet ervan, met z'n allen. Voor later op de avond welterusten, slaap lekker met mooie dromen. En morgen uiteraard weer gezond uit je bed zien te komen. En iedereen is morgen welkom op mijn verjaardag. Ja, kom gerust om een bakkie en een gebakkie. Je bent welkom, je weet waar ik woon. Dus ik zeg tot later. Doei!